17, he showed his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Yep, his statutes and his judgment unto Israel. Dat praat over de wetten, de geboden en de verbonden. Die heeft hij maar aan één volk gegeven. Waarom? Omdat hij heeft die volk geheiligd om zijn eigen volk te zijn. Yep, wie dan? He had not dealt so with any nation. Yep, de vader heeft niet met elke volk zo gehandeld. Dus waarom heb je mensen vandaag? En iedereen kan geloven in één God. En die God houdt van iedereen. Dat is niet wat de Bijbel vertelt. Dat is niet wat de woorden van God vertellen en verkondigen. Ja, wie dan? Je hebt wat je hebt, Isaiah 14. And as for his judgments, they have not known him. Known them, slak him. Praise ye the Lord. Can you give me Isaiah 2? Hij gaat eerst die schriftje pakken, hij zegt voor die pakjes. Hij zegt 22, ja? Isaiah, chapter 23, verse 22. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He dwell save us. 22, 23. Jij moet deze God houden. 22, 23. Isaiah chapter 33 verse 22. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. Hij is de wetgever en de rechter van deze volk. En fuck jullie demons die opkomen, man. Wij praten hier de woord van de Bijbel en je komt stoer praten. Right? The Lord is our king. He will save us. This is the book of Ecclesiasticus, chapter 24, verse 23. All these things are the book of the covenant of the Most High God, even the law which Moses commanded for an heritage unto the congregation of Jacob. Yep, unto the congregation of Jacob. Dat zijn de 12 stammen op deze site. Je bent geen Afrikaan. Je bent geen neger, je bent geen negro, je bent geen Antilliaan, je bent geen Surinamer, je bent een Israëliet. Volgens de Bijbel, je bent ook geen Indiaan, je bent geen Latino, je bent een Israëliet. Geen rapper. Je bent geen rapper, je bent geen hip-hop artiest. Dat is ook een nationaliteit. This is verse 24. Faith not be the strong in the Lord, that he may confirm you. Cleave unto him. Cleave unto him. For the Lord Almighty is God alone, and beside him there is no other Savior. Yep. En naast de Vader is er geen andere red. De Vader heeft zijn Zoon gezonden om deze volk te redden. Oh, te zijn. Ik had je niet eens herkend. Je hebt je haren gedaan en zo. Hey, wacht even. Ik zie jullie nu pas. Is je oom, hè? Hoe gaat het met jullie? Hey. Hoe gaat het? This is again Ecclesiasticus chapter 24 verse 24. Faith not, be strong in the Lord that he may confirm you. Cleave unto him. The Bible says blijf bij hem. Blijf bij hem in de waarheid en in het woord. En in de boek van 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 2 vertelt. Verkondig het woord. In seizoen en uit seizoen. Drink de pas en de onpas aan. Dat is wat wij doen. 1 Timothy 2 Timothy chapter 4 verse 2. For the Lord Almighty is God alone. Yep. And beside him
There is no other savior. Yep. En naast de Vader is er geen andere God. Dus waarom bidden jullie Hindustanen voor Boeddha? Waarom geloven jullie een God die jullie Allah noemen? Dat is niet zijn naam. De Vader zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Vertel dat tot de kinderen van Israël. Hij die is. Yep. I got precept on what you said just a few seconds ago. This is 2 Timothy chapter 2. No, chapter 4, verse 2. Yep. Preach the word. Be instant, in season, out of season. Reproof, yep. Rebuke, yep. Exhort, hey, with all long suffering and doctrine. Yep. This is 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word. Be instant, in season, out of season. Yep, en dat is wat wij doen. Verkondig het woord. We dringen te pas en te onpas aan. Zelf als het regent, nog steeds staan we hier. Een half uurtje was het aan het regenen, nog steeds staan we hier. This is 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word. Be instant out in season, out of season. Reproof, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Yep, doctrine. En wat is de doctrine? Dat Jezus een donkere man is. Hallo, foto's maken van hier. Van hier. Van dit alleen. Ja? Yep. En wat is de doctrine? Dat deze peoples op de zijn over jullie Afrikanen gaan regeren. Want jullie zijn sowieso niet op de zijn. Jullie zijn altijd onze vijanden geweest. Sinds de tijd in de tijd van koning David, de Filistijnen. Yep, read on. This is the first book of Timothy, chapter 4, verse 13. Ja, verse 13. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. En dat is Yahweh Shai die praat, want hij vertelt, ik kom in de volume van de boek. Dat is de spirit van hem die het zegt. Hij vertelt, blijf in de woord voordat ik kom. Somebody give me Revelation 3 and 10. 3 and 10, check, 3 verse 10. Yeah, but you was reading Isaiah 43. Revelation chapter 3, verse 10. Because thou hast kept the word of my repentance. Yep, dat is Jezus die praat. Hij vertelt omdat je mij woord van getuigenis hebt gehouden. En wie gaan zijn woord van getuigenis houden? De peoples op de zijn. De uitverkorene 144.000. En de 1/3. Hun houden het woord. I also will keep thee from the hour of deportation. Yep, Jezus vertelt, hij zal ons ook houden van de komende vernietiging die komt. En wat is de komende vernietiging? Yep. Wish. Waar zijn jullie dan? Wij zijn de Hebreeuwse Israëlieten. De peoples op de zijn, zoals je ziet. De Hebreeuwse Israëlieten. En we komen deze mensen op de zijn, zoals je hier ziet, wakker maken die zij zijn. Wij zijn niet deze namen die ze ons genoemd hebben. En niet alleen dat, we stellen leugens als dit bloot. Dat is wat we doen. Leugens zoals dit, dat Jezus een blanke man was. Wat vertelt je in de Bijbel dat hij een donkere man was? Heb je wel eens de Bijbel gelezen? Heb je wel eens de Bijbel gelezen? Ja. En weet je waar dat staat? Waar de Bijbel staat, dat hij donkere man is. Yep. Wat weet je? Nee, maar dat laatste is wel voor de hand. Want laatste boek, chapter 3. Zullen we even Noord-Afrika. Nee. Zullen we even dan? Ja, nou ja. Read this book. This is the book of Revelations, chapter 1. The revelation of Jesus Christ. Yep. Hier vertelt het, de openbaring van Jezus Christus. Als iets wordt geopenbaard, dan wordt iets je bekendgemaakt of kan je het zien. Which God gave unto him to show him, Salakim, to show unto his servants things which must shortly come to pass. Yep. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. God. This is chapter 12. And I turned to see the voice that spake with me. Yep. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man. Yep. En tussen de 7 kandelaren zag Johannes een mensenzoon. Wie was die mensenzoon? Jezus. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man. Yep. Clothed with a garment down to the foot. Yep. Dus Jezus, hij had een gewaad aan tot zijn voeten. Net als ons. Zoals het hoort, zoals Israël zich hoort te kleden.
met de gewaad en de kwasten en de blauwe lijf. En gird about the babes with the golden girdle. Ja, dus Jezus had de gouden gordel om zijn borst. You have a picture. His head and his hairs were white like wool. Het vertelt je dat Jezus haren wit, sneeuw als sneeuwwitte wol waren. Maar ik moet er vandoor. Ja, dan moet je werken. Ja, maar ik wil eigenlijk, hebben jullie een kaartje of een website? Kijk, waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Voor de redactie, Rivier Fixpie van Vrouw. Oké. Okay. Is goed. Ik ben wel benieuwd naar jullie. En dat is wat de script is. Shake the hands, go into the gates of the sign. Wat ben je, Irish? Dat is wat we gaan doen. Ben je Irish? Wat is Iers, Iers. Nee. Want hun zijn geen zogenoemde witte mensen of blanke mensen, hoe je het wil noemen. Hun zijn dat niet. Sommige van hun zijn gewoon afstammelingen van black men. Yep. Dus als je bijvoorbeeld Sicilian bent, dan ben je eigenlijk een zogenaamd negro. Want de zaad gaat van man. Dus bijvoorbeeld als een Surinaamse man kind maakt met een Nederlandse vrouw, wat is dat kind volgens jou? Half bloedje zeg je toch? Ja, allebei inderdaad. Nee, dat bestaat niet. Okay. Bestaat alleen wat, dus volgens wat de Bijbel. Wat een man, want dat woord, husband betekent planten. En dan hij zet zijn zaad in die vrouw. Okay. En dan gaat zij genereren voor 9 maanden. Hij heeft het al vanaf hij 12 is, heeft hij al kinderen zaad en zo. Yep. Geen enkele vrouw op de aarde heeft kinderen. Dus je bent wat je vader is. Want je vader spuit die zaad in die moeder en dan komt het eruit. Maar je bent wat je vader is. Ja, oké, maar de punt is, sta je op zijn. Waar komt je vader vandaan? Uit Nederland. Het zou misschien zijn dat je op de zijn bent omdat de Moren regeert in Nederland. Heb je wel eens gehoord van de Moren? Nee, maar ik wilde heel graag meer van horen, maar dan moeten jullie even een kaartje geven. Of een website. Ja, zoals je kan watchen op de website. Ja, zodat ik jullie kan bereiken, waar ik jullie kan bellen. Oh, daar? Oh. Ja, kom maar. Dank je. Daar hebben jullie samen. Kijk. Oh, you finish? No, hold it. Dat is wat gaat gebeuren. Alle mensen die ons in slavernij hebben gezet. Dus als je ze niet hierop ziet, dan hebben ze ons in slavernij gezet. Allemaal in slavernij. Jullie hebben ons in slavernij gezet. Als je er niet op bent, dan betekent dat je in slavernij onder deze mensen. Je wordt een van onze country bags. Begrijp wat? Als een man rijk is, hij heeft veel vrouw en hij heeft mensen. Dat is wat jullie gaan doen. Hey, maar jullie moeten Ellen niet vergeten, hey joh. Maar anyway. Ze is van de krant, hè. Dat is die krant, hè. Wij zijn in slaap. Dat jullie het weten. Ik de haar. Wij moeten het roken. We geven them all the information to the Daily Motion accounts. The papers, they got power. To cut it off. Hey, maar we gaan verder met de script. Ja, ga verder. Nou, maar je moet in de camp staan. Kan ik jou niet via bereiken hier deze dag? Dat is de orde. I continue in the book of Revelations, chapter 14. His head and his hairs were white like wool. Yep. Het vertelt je dat Jezus zijn haren waren als sneeuwwitte wol. En deze man heeft geen sneeuwwitte wollig haar. Hij heeft blond haar. De Jezus die jullie kennen heeft blond haar. Dog hair. Het vertelt je dat hij wollig haar heeft. Alleen de negers hebben wollig haar. Donkere mensen. As white as snow. Yep, so als sneeuwwitte wol. And his eyes were as a flame of fire. Yep, zijn ogen waren als een vuurvlam. Omdat Jezus hield van wijn drinken. And his feet like unto fine brass. Yep, his feet like unto fine brass. En fine brass, dat is koper of brons.
En koper slakken. En een koper of brons, het is een bruine kleur. Mijn brass is dan? En is as if they burned in.